Ja, het is nu 33 minuten over 7, half 8, zeg maar. En deze uitzending, dat is nieuwsuitzending nummer 90, 090. En het gaat over Jezus en de samenzwering en daarvan nummer 9. En dit gaat niet specifiek in op, dit is meer een soort van algemene samenvatting. Ik heb gewoon in de grabbelton gegaaid. Ik heb het al uitgebreid gehad over de ondergang van Duitsland. Dit gaat meer over wat andere dingen. Maar gewoon even doorrammen. En dan eindigen we. Ik zal even kijken wat ik kan uitvergroten. Wacht hoor. Als ik nou zo doe. Oh, dit is helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Krijgen we voor elkaar. Ah, linksom. En dan zoiets. Dit is het dus. Dit is waar we het over gaan hebben. Waar het allemaal mee begonnen is, dat is dat mensen ontdekt hebben dat het eigenlijk best wel positief is als je om elkander geeft. En rekening houdt met elkaar. Nou, dat is een hele tijd geleden begonnen. En toen zijn er een aantal onder ons geweest die dachten van, oh, als je er zo over denkt, nou, dat kunnen wij wel even gaan regelen. Wij gaan wel even regelen dat jullie kunnen rekening houden met elkaar. En dan maken wij bankrekeningen voor jullie. En dan mag je allemaal rekening houden met elkaar. En wij krijgen, nou, niet meer dan 5% hoor. Gewoon een klein beetje. Een habbekrats. En een BTW naar 23%. Oh, dat kan echt niet hoor. Dat is ondenkbaar. Tenminste, zo dachten ze er toen over. Nou, toen is het Romeinse Rijk in het begin van onze jaartelling de boel hieronder gelopen had. En we kregen 5% belastingdruk. Dan was het nog wel te dragen. Maar toen hadden wij onder ons mensen. En die beweerden dat ze christenen waren. En op een of andere manier lag dat niet lekker. Ik weet niet waarom. Die mensen deden geen vlieg kwaad. Laten we eerlijk zijn. Maar het lag niet goed. En toen hebben ze die mensen proberen gewoon dood te maken. En dat lukte niet goed. Iedere christen die ze doodmaakten, daar kwamen er 10 voor terug. Of zoiets. En toen hebben ze dat concilie van Nicea gesticht. Dat is ook een mooie uitspraak van uitspreken. Uitspraken van Vladimir. Nee, nou, Lenin. Heet je nou Vladimir Lenin? De beste manier om de tegenstand, de oppositie, te opponeren, is om de oppositie over te nemen. En dat hebben ze gedaan. Met het concilie van Nicea. En toen zijn ze een criminele business begonnen. Nou, jij wou dat jij dat kon. Dat heet iets als slapend rijk worden. Dat ging geweldig goed. En ze, oh poenjongen. En wij tot armoe. En we hadden geen nagel meer. Job had nog een potscherf. Om aan zijn etterende bulten te krabben. En wij hadden gewoon zelfs dat bijna niet meer. Alles ging aan de gort. En iemand als Jan Hus. Ik zal even trouwens het concilie van Nicea. Ik heb dit allemaal geshownoten hoor. Dit is hem dus. Eerste concilie van Nicea. Toen hebben ze al die christenen gedwongen om een handtekening te. Afgedwongen, ja. Uitgenodigd om een handtekening te zetten onder een contract. En er zouden dus die klojo's, die buk, die Babylonische Universele Kerk, de buk heet dat ook wel.
Die hebben ook die bukraket uitgevonden, denk ik. Want daar gaan we bij eindigen natuurlijk, hè? Bij de bukraket. De Babylonisch universele kerkraket. Buk. Ja, ze zeggen altijd dat Bob Marley, dat hij zo lang van stof is. Daar moet je mij meemaken. Die Bob Marley, die oh, no woman, okay. En dat duurt dan maar, en dat duurt dan maar. Ja. Zo luister je ook maar een keer naar mij. En zowel Bob Marley als ik. En Bob Marley is dan wel dood en ik nog niet. Ja. Dus daarom kan je niet meer luisteren naar Bob Marley, maar wel naar mij. Oi, 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 oi. En we hebben het over hetzelfde. Er is geen jota verschil tussen dat wat ik zeg en Bob Marley zegt. Laat daar geen twijfel over bestaan. Ik heb vandaag echt lekkere verse peper gegeten. Man, wat heb ik lekker gegeten, zeg. Peper, dat zit vol met vitamine C, hè, zeggen ze dan. Ik doe even een bierblikje open. Ik heb er nog één in de koelkast, hoor. Maak je geen zorgen. Niet dat je nu gaat denken van, oh jee, Perry heeft nog maar één biertje. Nee. Dat maakt het uit. We gaan de grootste bagger van onze menselijkheid. Die ga ik eventjes boven tafel trekken. Geen gezeik, iedereen rijk. Het eerste concilie van Nicea, dat was dus het verenigen van een, hoe noem je dat? Een grassroots, een graswortelbeweging. Een beweging van onderaf, een beweging gewoon van mensen onderling. Die hebben ze overgenomen met het concilie van Nicea. En toen zijn ze in een criminele business begonnen en dat noemen de Anglo-Saxen de donkere tijden. The Dark Ages. En dat werd een partij, man. Je moest eens weten wat sommige pauzen hebben uitgefroten. Ze hadden daar danspartijen, om een tipje van de sluier op te lichten. Ze hadden daar dansfeesten. En dan, er kwamen natuurlijk ook vrouwen. De paus is heel vrouwvriendelijk, dat weet je wel, hè. En er kwamen ook vrouwen. En het was gewoon lekker dansen. En ja, een drankje erbij, een hapje erbij. En dan, na ieder liedje trok je een stukje textiel uit. Net zo lang, totdat je in je blote reet stond te wiegen. Apen stoont of apen dronken. Maak het uit. Dat is de paus. Dat is de zoon des verderfs. Dat is de zoon van het verderf. Kijk, zo'n dansfeest kan ik ook wel organiseren. Ik zie het al voor me. Ja, behalve natuurlijk als de deelnemers 70 jaar en ouder zijn. Wat moet je met die afgezakte billen zonder onderbroek? Maar jonge lekkere dingen. Ah. Door je ruikt het op afstand altijd. Je denkt van wauw, wat een leuke danspartij is dit. Ik ga even meedansen met mijn blote piemel. Kijk, dat is de paus. En niets meer of minder dan dat. En nooit hebben ze daar hun excuses voor aangeboden. Helemaal nooit. Ze kijken wel linker uit. Ze doen een beetje heilig. That's it. En wij maar hopen en geloven dat ze inderdaad heilig zijn. Ja, dat kan toch niet anders? Wij hebben 2000 jaar lang gedacht dat deze mensen heilig waren. Dan zijn ze toch heilig? Elvis Presley is toch ook dood? Oh. Deze mensen zijn niet heilig. Dit zijn de kinderen van het verderf. Nou, iemand die erachter kwam, ik doe deze nou weg, hè? Iemand die erachter kwam, dat was deze meneer. Jan Hus. Lijkt mij een Nederlandse naam, maar dat is niet zo, want hij is Tsjechisch. Dat was een priester. En hij wordt beschouwd als de eerste reformateur vanuit het Tsjechische gebied. En hier hebben we het over
Hij is geboren in 1372 en hij is gestorven in 1405. Dus het begin van de 15e eeuw. Dat was de eerste die goed er tegenin ging. Vind ik. En hij heeft echt heel veel collega's. Wycliffe, die staat hier ook. Ja, John Wycliffe pak ik er nou niet bij. Maar. En er zijn er nog meer. Natuurlijk is dit de grote. Hè? Heb ik die ook in mijn showery notie staan? Oh, niet echt. Oké, okay, dan, maar goed, dan pakken we dus even. Want Martin Luther, dat was een Duitser. Die pakken we dan eventjes nog bij. Als mijn internet nog een beetje meewerkt. Deze tekening, dat is. Die ken ik uit mijn hoofd. Die zou ik misschien zelfs wel uit mijn hoofd kunnen tekenen. Mooie kop. Martin Luther, die kreeg dus een. Vet aan de stok met de paus. En dan heb je het over het begin van de 16e eeuw. Want hij is gestorven in 1546. En hij heeft zijn 95, hier staat het, 95 Theses. In 1517. Ja, toen brak de pleuris uit. En toen hele grote stukken van Europa, met name het noorden. Daar zitten misschien wel de meest verstandige mensen. Hè? Maar met name het noorden, dat koppelde zich af. En dat vond de paus niet zo heel erg gezellig. Hè? De paus die wilde grote bruggen bouwen zijn. En dat hij daarbij gewoon lekker allemaal kinderen neukt. En van alles lekker suipen. Wij mogen op vrijdag geen vlees eten en op zondag mogen we niet naar onze buren gaan om een veranda te maken of zo. Dus als je oma op zondag een vieze luier heeft en jij bent in principe beroepsmatig luiervervanger, dan mag je op zondag de luier van jouw oma niet vervangen. Want op zondag mag je niet werken, namelijk. Dat zegt de paus. Want de paus wil helemaal niet dat je werkt. En ik wil dat ook niet. Ik wil ook gewoon 2 dagen per week werken. En 5 dagen in de week lekker toeteloe, toeteloe, toe. Maar van de paus mag je op zondag niks verkopen. Of weer wel, of weer niet. En altijd ingewikkeld. En dan heb je wel een koopavond en dan weer geen koopavond. En dan heb je weer koopzondag en dan weer geen koopzondag. Dat is de paus. Dat is gewoon allemaal gezeur. Dat slaat helemaal nergens op. Leer mij Genesis kennen. Want in Genesis staat het. Dat God heeft deze aarde in 5 slagen. Of dagen. Of jaren. Of weken. Of zeg het maar. Maar in 5 stappen heeft hij deze aarde gemaakt. En toen was de aarde goed genoeg, zodat hij er ons in kon zetten. Net als dat jij, stel je neemt ratjes, of een knaagdier of zo. Maar, of je neemt een vrouw, dat kun je ook doen. Hè? Maar je moet eerst ervoor zorgen dat de omgeving in orde is. Mohammed, de gezegende. Ik spreek respectvol over Mohammedanen ook, hè? En hun geloof ook. Hè? Maar Mohammed heeft laten opschrijven, of zijn club, maakt me ook niet uit. Maar daar staat ook, je mag best een wijfie nemen, een wife, Engelse term. Je mag best een wijfie nemen, maar je moet wel een kleed in je huis hebben. Zo was het met God en ons ook. God moest eerst alles klaar hebben in 5 slagen. En toen kwamen wij. En toen was het af. En toen dacht God, oké, nu zijn jullie aan de beurt. En de 7e dag rustte hij. Ja. Betekent dat je op zondag niet de luier van je grootmoeder mag vervangen?
Ik dacht het niet. Want je grootmoeder die scheidt elke dag, hoop ik, zolang ze nog leeft. En vroeger kon je grootmoeder gewoon zelf waggelen met haar lekkere kontje naar het toilet. En tegenwoordig niet meer, want het arme mens is 93. Of arm, waarom is ze arm? Ze heeft jou nog om die luier te vervangen, maar ook op zondag. Het is echt, deze mensen zeiden, dit is het kwaad. Dus als je wil weten wat het kwaad is, moet je vooral naar mij blijven luisteren. Dan krijg je een prima beeld van wat het kwaad is. En ze zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Nou, misschien jij ook. U weet het niet. Toen Martin Luther lekker bezig was geweest, toen kreeg je dit. Martin Luther was 1517 en dit is het Concilie van Trent. Dat was 1545 tot 1563. Moet je nagaan. We hebben hier effing, even narekenen hoor, 18 jaar. 18 jaar lang hebben ze lopen lullen. 18 jaar. En dat zag er dan zo uit. Ongeveer. Dit is geen foto, dit is een impressie van een of andere kunstenaar. 18 jaar lang. En wat hebben ze daar besloten? Nou, daar hebben ze besloten dat het toegestaan is, gewenst is, noodzakelijk is, dat iedereen die niet wil accepteren dat de paus de heilige vader is, die onfeilbaar is, die de kleur van sneeuw bepaalt. Als de paus morgen zegt, sneeuw is roze, dan zeg jij morgen, wat een mooie roze sneeuw zeg. Als je dat niet wil, hè? Als jij zelf wil bepalen dat sneeuw wit heet in het Nederlands, of hel, dan gaat je kop eraf. En dat doen we dan pas als we eerst met je vrouw en je kinderen dingen hebben gedaan. Nou, die heb jij in de beste SM-studio nog nooit gezien. Met echt bloed, snap je? Dat hebben ze hier besloten. En gedaan ook. Ik kan het er allemaal bij halen. Ik bedoel, je hebt de Bartholomeusnacht. Dan hebben ze de 70.000. Ze zitten te klagen daar in Keulen, weet je wel. Omdat er een paar van die mokro's hebben dan een stom groepje wijven met veel te dikke kont. Hartstikke dom. En die zijn dan omsingeld. En die hadden geen pepperspray bij zich. Ja, als het mijn dochter was geweest, had ik haar gewoon uitgescholden. Want wat doe je daar zonder kraaienpoot in je rechterhand? Maar die Bartholomeusnachten, jongens, die hugenoten, dat was een ander verhaal. Hè? Die zijn gewoon afgeslacht. Ja, die vrouwen in Keulen, die konden achteraf nog naar de politie gaan. Of die konden achteraf zeggen, nee, ik ga niet naar de politie. Ja, die hadden nog wat te zeggen. Maar die hugenoten in de Bartholomeusnacht, die hadden de afloop niks meer te zeggen. Dat is de paus. Leuk jongen. En dan kan je gewoon hopen dat je denkt van ja, Perry, dat was vroeger. Dat was vroeger. Dat is niet meer nu. Oh ja joh. Hoe kom je erbij? In welke krant heb jij gelezen dat de paus zijn excuses heeft aangeboden? En dat hij ook heeft... Want die paus, die zit met zijn bibs. Nu zeg ik het netjes, hè? Die zit met zijn bibs op een hoeveelheid geld. Dat wil jij niet weten. Daar kan hij toch een beetje van teruggeven als schadevergoeding? Hè?
wel 70.000 hugenoten gechopt. Nou, wat zullen we doen? 1.000 per hugenoot? Dat is 70 miljoen. In die valuta van toen. En wat is dat nu waard? 70 miljard. Wat is het leven waard van een hugenoot? In de hedendaagse valuta. Nou, geef ons die monies. Of we zeggen gewoon, Perry, je moet niet zo zeuren. Jij mag niemand doodschieten, want dan krijg je gelijk de veiligheidspolitie op de stoep. Maar de paus die mag iedereen doodschieten. Of onthoofden, of verkrachten, dat maakt geen donder uit. Dat is het privilege van de onfeilbare mens. Ik moet als Perry Franciscus Martinez Winkel, 0596-8301, ik moet gewoon accepteren, er is een mens en die is wel onfeilbaar. En ik moet zijn tenen kussen, of zoiets, of zijn ring. Zijn pedofiele ring. Ik moet dat dus kennelijk. Zeggen ze. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap niet waarom deze organisatie gewoon, die mag gewoon de meest verschrikkelijke dingen doen. En ik moet me gedragen. Ik wel. Want ik ben niet onfeilbaar. Ja, dat klopt. Ik ben niet onfeilbaar. Ik heb het wel vaker meegemaakt dat ik een tientje geleend had van een vriend van mij. En dat ik later dacht van, was het echt zo? En dat was dus echt zo. En ik was het vergeten. Ja, dat is mooi niet onfeilbaar. Dat is mooi feilbaar. Even. En die onfeilbare mens, ja, die weet alles. Maakt het uit. Die is zo goed, jongen. Daar moet je gewoon niet over zeuren. Nou, in Engeland gingen ze daar wel over zeuren. Heeft er ook mee te maken natuurlijk dat Engeland, daar kan je niet zo naartoe marcheren. Er komt echt een heel leuk verhaal eraan. Hè? Maar om naar Engeland te gaan, moet je dus een boot hebben. Dat is fout gegaan, jongen. Maar in Engeland, daar was de Buk, de Babylonische Universele Kerk, de Buk. Die was gewoon oppermachtig daar. Het ging allemaal hartstikke goed. Toen kwam die koning Henry de VIII. En die wilde scheiden van zijn huidige vrouw. Hij wilde wipper de wipper met een vruchtbaar persoon. Het lukte niet. Zo gaat de mythe. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij gewoon zijn vrouw uiteindelijk te lelijk vond om eroverheen te gaan. Kan ook nog. Maar misschien was ze wel gewoon onvruchtbaar. Kan ook. En hij wilde gewoon een vruchtbare vrouw. Want hij wilde wipper de wipper en ja. Kinderen vooral. Het was geen onaneerder, zullen we zeggen. Hij wilde daadwerkelijk kinderen. Niet alleen maar, hè? Gewoon echt, eigenlijk gewoon een prima seksliefhebber, zou ik zeggen. En dat mocht niet van de paus. En toen gooide Henry de VIII, die gooide zijn kont tegen de krib. En toen begon het gesodemieter. Daar heb je nog eventjes bloedige Marie gekregen. Bloody Mary. Die was katholiek. En die heeft me een partijtje lopen moorden. En dus als je een lekker drankje wilt drinken, zou ik altijd zeggen, bestel gewoon in Café de Wacht, bijvoorbeeld. Daar kom ik regelmatig en ik weet dat ze daar goede tomatensap hebben. Gewoon een flesje tomatensap en gewoon een limonadeglas met wodka. En niet helemaal vol met wodka, maar gewoon één wodka erin of twee. En als je een stoere jongen bent, neem je gewoon dubbele wodka. En dan lekker aanvullen met tomatensap. En in Café de Wacht hebben ze dan ook nog van die pepersaus erbij. Hoe heet dat spul ook alweer? Zo'n klein flesje. En dat is heet, jongen. Lekker erbij. Oei, 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 oei. En dan drink je een Bloody Mary. Je moest eens weten wat dat mens heeft uitgevroten. Of moet ik zeggen die mens? Dat kan je ook zeggen. Je moest eens weten wat die mens heeft uitgevroten.
Behalve dat ze dus de ballen niet afgedaald had, maar... Maar daarna werd het iets beter, toen kregen we koningin Elisabeth. Niet dat ik een hele grote fan ben van haar, maar ze was in ieder geval niet katholiek. Dat scheelt dan weer, zullen we zeggen. En ze ging om met John Day. Die we later zijn teruggekeerd met D66, even flauw grap. En John Day. De D-double-E. Dat is best interessant. Het boek van Enoch. Daar weet hij veel van. Was een mysticus. Hij heeft later de boeken van Ian Fleming. Het is niet Ian Fleming, maar Ian Fleming. Over 007. 007. Zijn gebaseerd op John Day. John D. En dat was Elisabeth. Nou, daar hebben ze dus moordaanslagen op gepleegd. Bijvoorbeeld deze. En er zitten mensen te zeuren van, ja, John F. Kennedy, nou, die is gewoon per ongeluk doodgeschoten, hoor. Die, ja, die reed gewoon op het verkeerde, ja, dat was een hele rare, ja, zomaar. Nee, lul. Dit soort dingen worden gepland. En de Babington-plot was in 1586. Martin Luther had in 1517 die 95 stellingen gespijkerd. En dus 70 jaar daarna, toen gingen ze dus een plan. Het was een plan om koningin Elisabeth, een protestante, en ze wilden dan Bloody Mary terug. Mary Queen of Scots. Hè? Die wilden ze terug. Heel veel, ja. Er zijn vijf moordaanslagen gepland. Die allemaal mislukt. Ja, shit happens. Kennelijk hebben die mensen ook last van dingen. Dus, dat zal wel. Maar dan weet je dat. En dan de volgende. Die is echt het allermooiste. Dat is de Gunpowder. Kan ik dit selecteren? Nee, dat kan ik niet selecteren. Oké. Okay. De Gunpowder Plot. Dit is echt geweldig. Want na Elisabeth kreeg je dus koning James. En als je niet... weet wie koning James is, dan moet je dit doen. King. Ja, kijk, hij staat er al. Ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor. King James Bibelen Online.org. Dit is King James. 1611. Dit is ongelooflijk ouderwets taalgebruik. Er zijn mensen die hier echt een spuughekel aan hebben. Heb ik ook respect voor. Maar het is wel een mooie versie van de Bijbel. Daar kan je niet aan ontkomen. En hier staat het woord van Jezus in. Als je wil weten waar staat het woord van Jezus. Nou, ga hier maar controleren. En als het hier niet staat, dan staat het er niet. We hebben nog de Nag Hammadi. Zou ik misschien ook een uitzending aan moeten wijden. Dat zijn later gevonden christelijke geschriften. Maar deze is echt heel mooi. En die man, deze koning, die heeft dus in zijn, wat de paus zou moeten doen, hè? Die heeft gewoon in zijn zak getast. Die heeft allemaal muntjes eruit gepakt. Die heeft het gegeven. En die heeft tegen die mensen gezegd, aan wie die dat geld gaf, van dit geld krijg je om de Bijbel te schrijven in het Engels. Dusdanig dat een ieder het kan begrijpen. Nou, dat viel niet goed bij papa. Poppe. De heilige vader.
De Heilige Vader is er ontzettend op tegen dat jij je Bijbel leest. Dat is het laatste wat hij wil. Want als jij je eigen Bijbel gaat lezen, dan heeft de paus, die heeft geen business meer. Dus dat mag niet. Glazen wassers die bestrijden elkaar, dat weet ik. Er zijn gewoon glazen wasseroorlogen hier in Arnhem. Gewoon dat de ene glazen wasser tegen de andere glazen was zegt van... jongen, dit is mijn wijk, wat doe je hier? En dat is tot daaraan toe. Want dat zijn gewoon maar glazen wassers die elkaar bestrijden. Maar de paus, dat is een glazen wasser. Als die merkt dat jij je eigen glazen zit te wassen, dan komt hij bij je aanbellen met een honkbalknuppel. En zegt, wat is dit nou? Zit jij je eigen ramen te wassen? Jongen, zal ik hier de boel komen verbouwen? Ik ben jouw glazen wasser. Ja, dat is een concurrentiebeding, houding. Daar moet je echt even over nadenken. Voordat je daar 7 kleuren stront van gaat scheiden. Want zo erg is die kerel en zijn organisatie. De maffia, dat zijn pussies vergeleken met de paus. Ze weten wat die kerel doet, man. Nou, King James, die heeft die Bijbel dus laten schrijven in het Engels. Is hem niet helemaal in dank afgenomen. En toen hebben ze dus besloten om hem maar op te gaan blazen. En ja, dat kon dan alleen maar, of ja, vonden ze het handigste. Hè. Het handigste was dat om dat te doen bij de state opening van het parlement van Engeland op 5 november. 1605 zitten we nou. Hè. Dit is 6 jaar voordat die Bijbel kwam. Zo doen ze dat. En in Amerika hebben ze nog heel erg lang 5 november gevierd met het verbranden van een pop. Een effigy, op zijn Engels. Een pop, een stelvertreter, een vertegenwoordiger. Wat doen net alsof. En die pop, dat was de paus. En dat was de paus die dit gedaan heeft. Was de paus die het hele Britse parlement op wilde blazen. Boom. Inclusief familieleden, inclusief onschuldige voorbijgangers, inclusief het bedienend personeel, inclusief die Baldrick. Dat is van Blackadder. Maar die Baldrick die dan turds kwam afleveren in de kelder. Ook die moest dood. Of die mocht dood, maakt de paus niet uit. Als er maar zoveel mogelijk doodgaan. Dat vindt de paus leuk. Kill. De paus, dat is de antichrist. Dit is ook een leuke. Ik ga er niet op in. Maar hier staat Spaanse Nederlanden. Ja, die bestaan dus gewoon niet. Hè? We weten wel waar we het over hebben. Dit hier had moeten staan... Het stuk van Nederland dat nog katholiek deed. Want katholiek, dat is iets dat moet je doen. En Martin Luther heeft goed gezegd, het is niet door werken. Dat het goed komt. Je kan niet werken om het goed te maken. Dat is het schisma. En de katholieke kerk zegt, jawel... Ga maar werken. Ga maar hard werken. En betaal maar 100 ducaten. En dan zijn jouw misdrijven gewoon per definitie vergeven. Want jij hebt gewerkt voor het heilige doel. Dat alle middelen heiligt. Zo zit het. En is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Het is gewoon niet leuk als de maffia de baas is. Ik kan nog een mooie afsluiting maken met... Maar er zal echt iets moeten gaan gebeuren. Dit kan niet langer zo.
Abraham Lincoln. Die was 54, staat hier. Misschien is het een beetje buiten beeld voor jullie, maar dit is een foto van hem in 1863, toen hij 54 was. Hij is gewoon doodgeschoten. Tijdens een toneelvoorstelling. En nou, dit is ook zijn vieze. Doodgeschoten door John Wilkes Booth, gebruikmakend van een deringer pistool uit Philadelphia. Ja, zeg gewoon, hij is doodgeschoten in opdracht van de paus. De paus zei, schiet hem dood. En John Wilkes Booth, die wilde het wel even doen. Wat maakt hem het uit? Zijn leven is toch al voorbij. Hij wil wel een president doodschieten hoor. En het doodschieten van Abraham Lincoln, dat heeft dus John Wilkes Booth echt gedaan. Hij heeft hem doodgeschoten. Maar hij was lid van een team van 5 mensen. Dus, samen met hem nog 4 anderen. Waaronder die moeder en haar zoon. En dat waren allemaal katholieken. Dat waren gewoon allemaal katholieken. En eentje daarvan, dus John Wilkes Booth, is gewoon gepakt voordat hij het theater uit kon komen. En van die 4 anderen is er eentje ontsnapt. En die heeft dan politiek asiel gekregen. En een huis en alles wat erbij hoort. En een baan. 3 keer raaien bij wie? Ja, in het Vaticaan natuurlijk. Zo is de paus. Die is gewoon, jongen. Jij hebt mijn mooie opdracht overleefd. En die andere 4 niet. Nou, kom jij maar bij mij. En dan mag je. Ja, wat eigenlijk? Wie durft de paus aan te vallen? En hoe het met hen nou precies afgelopen is, weet ik ook niet. Maar de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en het Vaticaan, die waren in 1865 echt voorbij. Toen pikte niemand het meer. En tegenwoordig weer wel. Kijk, dat is de moderne tijd. Dat we, kijk, vroeger vonden we het erg als er een president vermoord werd in opdracht van iemand. En tegenwoordig hebben wij zoiets van, we zijn er al gewend aan. Hè? We zijn gewend aan het geweld. Wat maakt ons het uit? Grand Theft Auto. Heb je dat wel eens gespeeld? Dat doet er voor ons niet meer toe. We lachen er gewoon om. Ja, maar nu ga je echt lachen, want we gaan eindigen bij, we gaan wel eindigen. Woodrow Wilson, ik pak hem er eventjes de op show notes bij. Zit er snel. Fok, je hebt toch niet dicht gedaan. Lijkt er wel op. Ai. Nee. Hier zit het nog. En dan moet je zo doen. Zo, oh fok, dat is wel slecht hoor. Ja, oké. Waar zijn we gebleven? Abraham Lincoln hebben we gehad. Nu krijgen we Woodrow Wilson. Daar heb ik ook een voorbereiding van gemaakt. Want hoe zat dat in elkaar? Het gaat allemaal om krediet. Dat is wat ik eventjes samenvattend zeg. Krediet, dat is een Latijns woord. Een woord uit het Latijn. En het komt van het werkwoord credire. Dus een credo, dat zal wel betekenen ik geloof. Een creda betekent ik ga geloven en credam is ik sta op het punt.
punt om te gaan. Nou, Latijn is een, niet mijn favoriete taal. Maar credieren is geloof. En krediet is dat ook. En de paus, die heeft begrepen dat je de baas moet zijn van het geloof. Daar gaat het om. De baas van de wetenschap, die bestaat niet. Noem maar een of andere jojo te zijn. En die heeft een heel raar proefje gedaan. En een heel nieuw idee. En het werkt ook nog. Wat ben jij dan als de baas van de wetenschap? Dus dat heeft niet zoveel zin. De baas van het geloof. Daar gaat het om. Wie is de baas van het geloof? Nou, de paus natuurlijk. En hoe word je dat? Nou, op alle fronten natuurlijk. En welke fronten dan? Nou, als eerste het geloof zelf. Wat staat er in de Bijbel? En wie mag dat voorlezen? En hoe wordt dat uitgelegd? Daar moet je de baas van zijn. Het tweede is dat credieren, dat kennen wij ook als krediet. Dat gaat gewoon over poen. Je moet de baas zijn van de poen. Dan heb je ze. Dan ben je klaar. Nou, en dat hebben ze gedaan. In Amerika, daar zaten ontzettend veel protestanten. Mensen die helemaal geen zin hadden in dat pauselijke gedoe om tenen te kussen van een of andere bejaarde pederaster die zijn leuter heeft gestoken in menige kleuter. Tenminste, dat wordt van die lui beweerd. Ja? Niet dat ik dat heb gezien. Ik ben er niet bij geweest dat een katholieke priester zijn leuter stak in een kleuter. Maar ik heb het wel gehoord. Van meerdere kanten. En hoe verklaar je dat? Wie komt er op het idee om zijn leuter in een kleuter te steken? Wat voor een gek idee is dat? Dan ben je toch ziek in je hoofd? Ik zou dat nooit. Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Ik vind kleuters, ik heb me ziek gelachen over kleuters. Dat ik helemaal achterover zakte met mijn glaasje rode wijn. Lekker op een bankje in de namiddagzon. En ik dacht van, oh mijn god, wat zijn die kinderen weer lekker bezig. Ja. En dan praatte ik wat met de buurvrouw. Ik ben een pedofiel. Ik hou van kinderen. Ik vind ze leuk. Maar ik vind ze niet neuk. Ik vind ze leuk, gewoon. Ik moet altijd lachen met kinderen. Ja, die van mij, die wordt nou zo oud en dan krijgt ze zo'n serieus gevoel en zo. Dus ja, die schone tijd is voorbij. Moet ik bij mij neerleggen. Maar deze mensen, die neuken kinderen. Begrijp dat goed. En met Woodrow Wilson, die was toen in 1913. Kijk, toen was hij president. En waar hij geboren is, dat doet er geen drol toe. En waar hij precies gewoond heeft, doet er ook niet toe. Wat ze gedaan hebben, ze hebben hem het financiële systeem van Amerika over laten dragen aan de paus. De paus werd door hem, door zijn handtekening, werd de paus eigenaar van elke dollar in Amerika. Ja, dat is leuk. Ik vind het helemaal niet erg dat er iemand beheerder is over het geld. Maar liever geen persoon die het niet echt moeilijk heeft met het feit dat er sommige medewerkers zijn die kleine kleuters op hun leuter zetten. En zo'n organisatie heeft het financiële systeem van Amerika overgenomen. Waarschijnlijk de enige. Ik denk als je zelf een kleuterneukerij-business wil op gaan starten, dat je dan gelijk problemen krijgt met de hoofdkleuternarij.
Dan komt Doris Jemmink komt op bezoek. Nee, natuurlijk niet. Arme Joris Demmink. Die wordt ook alleen maar buiten gehangen om te drogen. Zo zeggen de Engelsen dat. Het is allemaal veel erger. Maar in het begin van de 20e eeuw hebben ze dus deze man gebruikt als koevoet. Arme kerel. En die heeft op zijn sterfbed nog gezegd van... Het is niet als Jezus, hè? Jezus op zijn sterfbed. Jezus had een staand bed. Maar voordat Jezus stierf... Ik hou me even aan het officiële verhaal, hè, van Jezus zijn dood. Toen zei Jezus... God vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij zei ook zoiets. Maar meer in de zin van... Ik had dat niet mogen doen. Dat is een andere manier van doodgaan. Je kan beter doodgaan zoals Jezus, dat je denkt van, oh, wat een eikels. Maar hij was zelfverklaard eikel. Hij wist het. Toen hij de pijp uitging, snapte hij dat hij het fout had gedaan. Ik heb een hik, maar hij snapte het. Dat is niet zo'n leuke dood. En wat ik aan hem waardeer, is dat hij... Ik heb peper gegeten. Wat ik aan hem waardeer, is dat hij dat zelf realiseert. Hij wist dat. Uiteindelijk wist hij het. Ik heb meegewerkt en dat had ik niet moeten, mogen, kunnen doen. Er is iets misgegaan, mensen, dat zei Woodrow Wilson tegen ons, voordat hij de pijp uitging. Dat is een mooie klote. En toen kregen ze dus de poen in handen van Amerika. En toen zijn ze de Eerste Wereldoorlog begonnen met al dat geld. Want wat wil je met geld? Wat denk je zelf? Bommen en granaten natuurlijk. Afgetrainde jongens en rammen met die handel. En dat de vrouwen verkracht worden, who cares? Het zijn toch maar vrouwen. Om zoveel mogelijk mensen kapot maken. Het klinkt gek, maar ja, het is dus kennelijk zo. Dat heet geschiedenisleer. Van hoe is de mens? Nou, de mens is dus zo. Toen hebben ze de Eerste Wereldoorlog begonnen tegen Duitsland. Want daar zat de kern van het, of de kern, ja misschien wel, de kern van het protestantisme. Het noorden van Duitsland moest helemaal kapot. Die wilde de teen van de onfeilbare mens niet kussen. Ja, en als je dan, ja, en dan moet je maar dood. Toen hebben ze Duitsland voor een paar jaar met rust gelaten. Not. Want die arme Duitsers, die kregen toen een economische oorlog. Die kregen een internationale boycott. En toen al die Duitse industrieën, ja, die konden niet meer debit credit gaan spelen. Want als je 10% van je omzet kwijtraakt en je hebt 1000 man in dienst, ja, dan ga je betalen, jongen. En zo hebben ze Duitsland gewoon economisch gepakt. En dat was natuurlijk niet genoeg. En toen moesten ze echt gepakt worden. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Maar behalve Duitsland, want iedereen heeft het maar over die arme Duitsers. En het zijn ook arme Duitsers. Maar ze waren niet het enige slachtoffer. De Kroaten... Die hebben ook betaald. En de Kroaten, dat was, je hebt iets momenteel 80 miljoen Duitsers. Maar toen had je niet zoveel Kroaten hoor. Geen 80 miljoen. En die Kroaten, die hebben ze gepakt, jongen.
Ze hebben 700.000 van die lui omgelegd. En het ging allemaal onder het mom van de sta-op-beweging. Oestasje. Oestasje. Of de Oestasjas. Of de Oestasje. Sta op. Oestasje. Sta u op. Zou ik zeggen op zijn Nederlands. Sta u op. Dat was een mooie actie van onze papa. Ze hebben daar gepakt. Even kijken wat op Wikipedia staat. Dat is altijd wel leuk. Kijk hier. Hundreds of thousands. Serven. Joden. Zigeuners. En mensen die antifascistisch waren. Of dissident. Dat is de paus. Altijd gezellig met de paus. Als de paus langskomt, dan moet je gewoon tegen je vrouw zeggen van, kind, maak je er klaar voor. Je wordt zo dadelijk, ik geef je weg aan de paus. Want wij Nederlanders, wij durven helemaal niks meer. Wij schijten in onze broek voor de paus. De paus hoeft maar langs te komen. En wij geven gelijk al onze vrouwen aan de paus. En you believe me, dat in deze tijd, hè, dat die 700.000 mensen omgelegd zijn, daar zaten dus 350.000 vrouwen tussen. Hoeveel van die 350.000 vrouwen hebben nog een seksmoment mogen beleven voordat ze geroosterd werden? 10%. Dat zijn er 35.000. Dat is de paus. Dat is je fijne Jan-Peter Balkenende. En je prins Willem-Alexander. Of weet ik dat? Ja, ik zeg het weer verkeerd. Straks draai ik hier. Maar ik ben gewoon dyslectistisch. Dus. Maar dat zijn deze lui. En dat gaat al tientallen jaren zo door. En we zitten er maar bij. En denken, wacht, maak het uit. Ja, die stomme Joegoslaven hadden ze maar geen Joegoslaven moeten zijn, denk ik, hoor. Ja, nee. Maar die paus die komt ook achter jou aan, jongen. Jongen. Ik ben op cursus Surisch. Maar echt, Surisch, die spreken echt heel mooi Nederlands. Ik vind wel dat die mokro's. Ja, uit Mokronië, je kent ze wel, hè? Dus Mokronië, dat is linksboven in Afrika. Maar daar is Mokronië, en daar komen de Mokro's vandaan. En die hebben ook een heel mooie dictie. Een hele mooie R. En ze kunnen zo goed Frans. Hè? En zo netjes Frans ook. Hè? Maar Suriërs, die kunnen ook netjes Nederlands. Hè? Ik vind eigenlijk dat. Wij moeten gewoon niet zeiken over al die buitenlanders. We krijgen er gewoon Nederlandse les van. Van de goeie dan natuurlijk. Hè? Er zit dan ook een hoop eikels tussen. Maar. Dat maakt mij niet uit. Wat ik belangrijk vind, dat zijn de goede buitenlanders. En dan kan je zeggen dat ik racistisch ben in die uitspraak. Maar dat komt, ik ben gewoon geïnteresseerd in de goede. Dus ook de goede buitenlanders. Ook de goede binnenlanders. Ja, ga mij geen les leren dat er klojo's hier in Nederland in de rondte lopen. Want ik ben ook gewoon, dat is mijn schuld, ik ben een aantal Nederlanders vergeten te vermoorden. Ik had het beter kunnen doen voordat die buitenlanders kwamen. En nou bij die buitenlanders het last van die, ja, diegene die ik vergeten ben te vermoorden. Laten we er maar van uitgaan dat het terecht was, dat ik het vergeten was. Is het niet zo erg, hè? We gaan lekker door, want we moeten door de tijd heen, hè? Want we gaan gewoon racen, want waar moeten we naartoe? Nog even checken, hoor. We zijn nu hier, Spellies War.
Dan krijgen we die nog. Dan krijgen we die nog. Dan krijgen we die nog. En dan krijgen we die nog. Ja, kan je wel tegen zoveel geschiedenisles? Ik ben begonnen om 7:30 en ik ben nu een uur bezig. En nee, ik ga dit niet afbreken. Je luistert het maar uit tot het einde, of niet? Je hebt maar een beetje respect voor je medemens. Die zijn best probeert te doen. En er is een probleem op te lossen. Met de nadruk op oplossen. Het is een puzzel. Als het leven makkelijk was, had God het zelf wel gedaan. Hij is geïnteresseerd in het ingewikkelde, moeilijke puzzel-lus-up leven. En een lus-up en puzzel, dat is achterstevoren, is dat hetzelfde. De Tweede Wereldoorlog, dat was Ustasja. 700.000 man in Kroatië. En Kroatië is een heel klein stukje van Joegoslavië. Het voormalige Joegoslavië. Echt maar een klein stukje. 700.000 man. Kom er maar eens om. En ja, ik haal de foto's er niet bij. Dat is te erg voor woorden. Na de Tweede Wereldoorlog, en dan doe ik even doorspoelen, want we hebben natuurlijk de politionele acties gehad in Indonesië. En toen kwam de Vietnamoorlog. Die begon in 1955. En die heette toen Spelly's War. Vernoemd naar kardinaal Spelman. Een fucking katholiek. En die deed dat uit naam van de paus. Want wat was er aan de hand in Vietnam? Nou, daar zaten in het zuiden mensen en die deden gewoon hun eigen ding. Ze waren boeddhistisch op hun eigen boeddhistische manier. En daar houdt de paus niet van. Want er is maar één manier die zinvol is. En dat is de manier die de paus aangeeft. En niet in je eentje. Daar houdt de paus niet van. De paus is de heilige vader. Het is de plaatsvervanger van Jezus. Het is de plaatsvervanger van God. Het is God in vlees en bloed. Of zo. De gegarandeerd goede mens. Nou, die boeddhisten in het zuiden van Vietnam, die dachten zo van, fuck you. Niet dat ze dat dachten, want een boeddhist is heel rustig. Maar ze dachten zoiets als dat. En dat werd dus oorlog. En daar hebben ze voor moeten bloeden, jongen. Oei, 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 oei. Och. Je moest eens weten wat er uitgefroten is in Vietnam. Hè. Ze hebben er ook chemische experimenten gedaan met Amerikaanse soldaten. Agent Orange, en dat, die verbinding, die chemische verbinding, die wist ik vroeger uit mijn hoofd. Het is iets met benzeenringen. En chloor erbij, zou ik zo zeggen. Gokken, dat is een gokje. Gaat er in ieder geval behoorlijk kapot van. En ze hebben gewoon die Agent Orange uitgesproeid over Amerikaanse soldaten om te kijken wat ermee gebeurt. Kijk, je zit in Vietnam. Overal vliegen de bommen en granaten je om de oren. Nou, kan je onderwijl allerlei stoute dingen doen. Want zo is de paus. En zo was die altijd al.
Niet gaan lopen zeuren van, oh Perry, ik vind dat je wel tegenwoordig een beetje negatief doet over de paus. Ja, dat komt omdat ik 400 jaar geleden, toen was ik nog niet geboren. Ik heb een uiterste houdbaarheidsdatum. Maar ik weet wel wat die pausen destijds hebben uitgefroten. En dat er goede pausen bij zaten, dat geloof ik. Dat geloof ik zonder meer. Johannes Paulus I bijvoorbeeld, die ze na 33 dagen hebben omgelegd. Dat was waarschijnlijk eentje van onze kant. Behalve natuurlijk dat hij katholiek was. Maar daar is ook uit te komen. Maar die hebben ze omgelegd. Johannes Paulus I. En dat was de zoveelste paus die ze gechopt hebben. Srebrenica. Oké, nog eventjes hierover terug. Ik had echt... Zienoot. Even wachten. Nee. Mac staat nog steeds verschrikkelijk te uploaden ofzo. Ik denk het wel. Ja. Hier kan er veel meer over lezen. De katholieke kerk, dus de universele submit, wat is het dan weer? Kijk, de universele kerk, dat staat hier, hè? De universele kerk en de slachtpartij in Vietnam. De universele kerk, dat is geen, dat is je vriend niet. Oké, die kan dan weg. Srebrenica. We wachten gewoon even tot het internet binnenkomt. Wat was Srebrenica? In Servië, met name de Serviërs. Ik heb gedate en de rest ook gewoon. Ik ben omgegaan met een Servische dame. En daar heet dat Serbisch. Met een B. En dat is in Frankrijk of nee, in Spanje moet je Cerveza zeggen. Je krijgt toch wel bier. Maar Serbisch of Servisch. Die mensen, dat waren zelfstandigen. Die hadden niets te maken met de NAVO en niets te maken met het Warschau-pact. Zowel door de hond als door de kat wensten zij niet gebeten te worden. Nou, dat zijn ze wel. En dan hebben ze ons dit in de schoenen geschoven. Door mijn Servische vriendin, die weet er alles van. Wij hebben daar een aantal van ons naartoe gestuurd met proppenschieters. Gewoon een paar geweren, geen mitrailleurs, geen granaatwerpers, geen luchtondersteuning, helemaal niks. Gewoon een paar haringen om je legertent te maken. Ik ken ook een jongen die heeft meegedaan aan die missie. En die is zwaar getraumatiseerd teruggekeerd. Gewoon vanwege het feit dat hij niks kon doen. Niks mocht doen. Niks moest doen. Hij moest gewoon toekijken. Bek houden. Afwachten hoe de grote toneelvoorstelling zich ontwikkelt. Dat was het. En dan moet zo'n jongen zich gewoon over zich heen laten komen. En daarna moet hij gewoon naar Nederland komen. En dan krijgt hij een baan in de... Wat heeft hij ook weer gewerkt? Pijpfitter of zo. Pah! In Srebrenica hadden wij daar... Als wij daar verantwoordelijk waren geweest voor 6000 man...
met een aanvalsleger. En het is het Servische leger, dat stond destijds nummer 4. De eerste was Amerika, de tweede was Rusland, de derde was Frankrijk of zo. En de vierde was Servië. Ja, wat wil je tegen zo'n leger? Allemaal kussens meenemen. Gewoon 100 kussens met een transportvliegtuig. Vliegen we daar heel veel kussens naartoe. En evenwichtsbalken natuurlijk. Met veiligheidskussens eronder. En dan gaan wij kussengevecht doen met de Serbiërs. Flikker toch op. Sodomieter toch op. Dat ga je mij toch niet vertellen. Ik kan dit toch niet aan mijn dochter verkopen. Mijn dochter, die is dan 16. Die moet ik dan vertellen. Ja, we moesten toen 6000 mensen beschermen. En die hebben alleen maar een paar proppenschieters meegegeven. Terwijl ze aan de andere kant hadden ze alles. Maar wij hadden niet meer geld. En die ene Franse generaal die wilde nog een paar vliegtuigen, straaljagers. En toen heeft die Wim Kok. Mijn vader was een kok. Ik kan er heel emotioneel over worden. Maar Wim Kok heeft toen gezegd: nee, hou die straaljagers maar thuis. Bah! En wij vinden dit normaal. En dan gaan we allemaal paaltjes doen. En dan gaan we die paaltjes, die gaan we dan heel mooi op een rijtje zetten. En dan zijn we gewoon blij. Kijk eens. De vraag is natuurlijk, zijn er echt wel 6000 dood gegaan? Want als ze ons daar naartoe gestuurd hebben zonder voldoende militair materieel. Ja, dat was de eerste leugen. En die luchtsteun, die ontbrak ook. Wat is er hier dan precies gebeurd? Mooie paaltjes gemaakt. Is dit het bewijs? Nou, volgens mijn Bosnische vriendin, kennis, is dit één grote leugen. En wij doen alsof het gewoon, dat mag allemaal, weet je wel. Het is allemaal geen probleem. Waarom niet? Heb je deze? 9-11. Voor de lol pak ik hem er gewoon bij. Even kijken. 9/11. Gewoon Google search. We maken dat. Ik heb de sound toch uitstaan? Ja. Wat dacht je hiervan? Wie heeft dit veroorzaakt? Osama bin Laden? Denk je dat echt? Of was het gewoon weer de paus? Voor de zoveelste keer. Met zijn lekkere inquisitiemethodes. Kijk eens. Zie je dit? Dit zijn twee torens. Een of andere stomme foto. Er zijn veel betere foto's. Dit is het Pentagon. Vlak na de inslag. Dit slaat ook helemaal nergens op. Dit is zo'n drama foto. En dit zijn dan de beroemde. Kijk, hier betaal je al je belasting voor. Er zijn er 5 hoor. Dit is Wikipedia, hè. Maar je ziet hier 1 beeldje. 2 beeldje. 3 beeldje. Surisch, hè? Ik ben op kussen Surië. Maar er is ook 4 beeldje en 5 beeldje. En je ziet hier maar 60% van de beelden. Dit is wat je weet van een aanslag op Pentagon. Dit is alles wat je weet. Alles. En dan neem je genoegen mee. Dat vind je normaal. Dat kan niet. Dit is niet normaal.
Dit zijn regelrechte aanvallen op ons, de menselijken. Dit is bullcrap. Dit zijn zware criminelen en een stelletje angsthazen eromheen die denken van nou, laten we er maar niks van zeggen, want anders komen die criminelen achter ons aan. Nou, de grap is, ze komen toch achter je aan. Het maakt niet uit. Of je nou tegen deze criminelen ingaat of er niet tegenin gaat, ze komen toch achter je aan. Waar denk je dat Maxima die poen vandaan haalt voor al die hoedjes? Denk je dat geld op haar rug groeit? Ik dacht het niet. Het geld komt van jou. Jij moet het geld maken. Jij moet betalen voor het hoedje van Maxima. En dat betaal je op deze manier. Dat is een mooie, hier kan je ook goed zien dat dit gebouw, hè, dat staat dan zogenaamd in de fik, maar we zien zwarte rook. Dat betekent onvolledige verbranding. Dat betekent dat de temperatuur hier, die moet rond de 800 graden Celsius gezeten hebben, hoog uit. Dat is alles. Dat kan je zien aan die zwarte rook. Die gebouwen zijn opgeblazen van binnen uit. En het gebouw nummer 7, is dat dan deze? Zou kunnen. En daar zat het bestuurcentrum, ergens hieronder. En die hebben problemen gehad om die twee dingetjes op te blazen. Want dat zijn sukkels. Hè? Dat is het erge. En waren die mensen nou maar een beetje verstandig? En dat ze slecht overkomen, ja, dat maakt mij niet uit. Maar wel een beetje verstandig. En ze kunnen helemaal niks. Stel ik je zielepoten. Maar deze twee torens, die hebben dus iets van een uur, zo als een soort van sigaar staan roken. En wat gebeurt er dan? Ja, bla, 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 bla. En ze zaten dus, ja, dit is niet gebouw 7, denk ik, kom maar. We doen alsof dit gebouw 7 is, ja. Maar hier onderin zaten ze allemaal knoppen te drukken van boom. Doe nou boom. Doe nou boom. En die gebouwen deden geen boom. Waarschijnlijk zijn er nog mensen van Hully die gebouwen ingegaan om iets te checken. En oh, daar is een kortsluiting. Okay. En toen deden ze boom. Oi, oi, oi. Wat een mislukte toneelvoorstelling was dat. Allemaal zo. Niet op tijd. Het is een boek van Friedrich Nietzsche. Dat heet De Vrolijke Wetenschap. En daarin staat Friedrich Nietzsche stil bij het op tijd zijn. En hoe dodelijk het is als je niet op tijd bent. Nou, niet op tijd was dit. Eén totaal mislukte toneelvoorstelling. Schande. En dat je het doet, moet je zelf weten. Maakt mij niet uit. Maar als je het doet, doe het dan goed. Dit is er ook zo een. Het is echt zo erg. 7-7. Oh, wacht even. Oh ja, kijk. Hieronder. Een beetje warrig beeld. Ik hoop dat jullie het zo een beetje. Deze. Wat denk je? Kijk, het is frappant dat 7, de zevende dag, de zevende maand en dit jaar is ook 7. Numerologisch, hè? 2 plus 0 plus 0 plus 5. Zeven, zeven, zeven. Wat denk je hiervan?
Er was een aantal gecoördineerde terroristische zelfmoordacties in het centrum van Londen. Which targeted civilians. Ja, dit is bullcrap. Als je een Central London iets gaat doen, en dan, ja, dan wat wil je anders raken dan civilians? En voor de rest stinkt dit verhaal van onder tot boven. Het is maar gewoon Wikipedia. En je kan hier ook. Ik zal het even bijpakken, weet je ook weer. Ik weet het nog. 7 Ripple. Effect. Doet geluid uit hoor. Is dan de tweede uitzending. Muad'Dib. Zo heet er niemand. Luister maar eens naar hem. Want die eerste van de 7-7 ripple effect. Is echt, die is gewoon goed. Deze ken ik niet. Die is. Ja, die had ik moeten kennen. Hij is gepubliceerd op 2012. Ja. Kijk er maar eens naar. Die Muad'Dib is niet zo heel gek, vind ik hoor. Het is niet echt een christen of zo, maar. Of een bijbellezer. Iemand die geen bijbel leest, die kan hem wel gaan lezen op voorwaarde dat hij kan lezen. En Muad'Dib is een karakter trouwens uit die boek van Herbert, Dave Herbert. June heet dat boek. Dat is verfilmd door. Ja. Ik heb een hersenbloeding. Nee. Verfilmd door. Kom op. Ja. Maar June is verfilmd door. Hoe heet die ook weer? Maar daarin zit het karakter Muad'Dib. Dat is zoiets als wat in de Matrix Neo hoort. Neo is. Dat is de. En Nietzsche noemt dat de Übermensch. Muad'Dib. Ik wens deze man veel succes toe. En ik ga deze eventjes bewaren. En ik ga die afluisteren. Nadat ik klaar ben met jullie. Want de laatste. En dan wordt het echt smerig. En ga ik echt uit mijn dak. Dit. Waarom hebben jullie Nederlanders dit gepikt? Ik geef je 10 seconden om erover na te denken. Maar waarom? Waar was dat voor nodig? Kijk, dat wij het gepikt hebben, dat 3000 Amerikanen onder het stof zum Himmel zien gevaren, dat waren Amerikanen. Dat is een ver van mijn bed show. Maar de MH17, is dat ook een ver van jouw bed show? Oh ja joh. Heb je ooit gedacht aan een baan bij Emiel Ratelband als frikandel? Dit is een grapje, heb ik verzonnen. Emiel Ratelband heb ik hoog in het vaandel. En die heeft een goede, ja, zijn zoon heeft een goede frikandellenverkoperij.
Als ik frikandel word, als ik denk ik moet echt frikandel worden, dan wil ik naar Emil Waterman. Want daar word ik eerlijk verkocht. Het is allemaal heel grappig, hè? Maar er zijn wel 200 Nederlanders dood. En wat merk je ervan? Iedereen die rijdt hier op zijn stomme scooter in de rondte. Ah, ik wil een nieuwe step, ik wil een nieuwe dit. Er zijn 200 Nederlanders dood. Wat maakt het uit? Kijk, op die manier krijgt de paus echt vrij spel. Het kwade is, dat is zo kwaad als dat je het de ruimte geeft. Je moet er wel mee kappen. En ik snap wel dat het heel moeilijk is om de tv uit te zetten en de radio uit te zetten. En het heeft allemaal zo zijn nadelen. En er moet iets gebeuren. Dit is echt geen grapje van mijn kant. Dit kan niet. De MH17 heb ik iets van 10 uur of zo. Kan je luisteren naar de leugens die onze overheid vertelt over die ramp. Ze liegen. En dat mag dus. Dat mag dus van jullie. Kennelijk. Want ik ben maar in mijn eentje. Maar van jullie mag dat? Oké. Nou, dat is mooi. Goed bericht voor mij. Dan mag ik dus ook liegen. Dan mag ik dat ook doen. Dan mag ik morgen ook mijn Kalashnikov uit het vet halen. En dan ga ik gewoon een enkeltje Den Haag kopen. En is het bam, 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 bam. Inclusief portiers. Dan is mijn leven eindelijk voorbij. Zo boos kan je mij maken. Ik doe het echt. Denk je dat ik bang ben voor mokro's uit Mokronië? Nou, ik dacht het even niet. Dacht je dat ik bang ben voor zo'n obese beveiligingsambtenaar? Ik dacht het even niet. Maar willen jullie dat? Willen jullie dat Perry Franciscus Martinez Winkel op een killing spree gaat? Sorry voor mijn Engels, maar ik vind het een heel mooi woord. In principe weten jullie dat ik een hekel heb aan Engels. Maar killing spree vind ik wel een mooi woord. Dan denk ik ook gelijk aan een ushi. Het verspreiden van de dood. Willen jullie dat? Ik doe het hoor. Ik pak ze allemaal. Die jonge jochies. Die sukkels. Denk je dat ik daar moeite mee heb? Jongen. Ik pak ze. Met mijn Marokkaanse vrienden natuurlijk. Mijn mokro's. En zo erg is het. Dat mag niet. Ik ga dat ook niet doen. Het is satirisch. Maar het water stijgt mij aan de lippen. En ik vind die toestand met de MH17, ik vind het eigenlijk de effing limit. Ik vind echt dat er mensen hier in Nederland moeten zeggen, dit pikken we niet. Dat rapport van de MH17, dat heeft minimaal 5 miljoen euro gekost. Dat rapport wat ik gefileerd heb, uitgebeend heb, dat kostte 5 miljoen euro. Nou, 80% terug. Nu. Niet zelfs, niet straks, maar heute nog, verdomme.
En wat ook zo is, dat, ja, dit is satirisch weer, hè? Maar, je mag geen namen noemen, oké. Die mensen die daar dus zitten, hè, en die liegen. Ze liegen. En ze beschermen de paus, die kinderen verneukt. En jij staat er toe, hè? En je pikt het niet meer. Maar schiet er één dood. Take one down. Eentje maar. Om te beginnen. Weet je hoeveel dat scheelt? Zo'n kerel, die kost je 10.000 euro in de maand. Of zo'n kutwijf, die kost je ook 10.000 euro in de maand. Money to the children. Kom op. Fuck them all. Dit mag niet. Zij mogen niet mensen van ons kapot schieten. Zij mogen ons kinderen niet, ons kinder niet vermoord. Dat mogen ze niet. En wij moeten dat duidelijk maken. En kennelijk begrijpen zij dat niet. Dus wij zijn niet duidelijk genoeg. Het andere antwoord is van Jörg Gliesman. Die zegt nee, trek je terug in het koninkrijk der hemelen. Dat is ook een goeie. Die vind ik ook goed. Ik doe niet moeilijk. Maar dit moet stoppen. Je kan op je kont gaan staan. Je kan op je achterharen gaan bengelen. Maar dit moet stoppen. Dit mag toch niet? Of wel? Nou, wat een mooie preek was dit. Nou, hartstikke fijn dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op z'n Duits wil ik dan zeggen, hoe heet dat ook alweer? Op z'n Duits. Even nadenken hoor. Ik weet het weer. Op z'n Duits heet het tjus. Dag lieverds.